Hallo kijkers van Gaz Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pokémon Diamond. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren mensen, we waren natuurlijk net uit de Safari Zone gekomen. En het was tijd om weer door te gaan naar een volgende stad of iets in die richting, want ja, we moeten toch gewoon door. Ik heb begrepen dat ik nu, als het goed is, ik heb nu 4 gyms verslagen en ik moet nu naar de 5e gym. Alleen nou is het even afvragen, waar zit de 5e gym eigenlijk? Want ik ben wel een beetje aan het rondkijken geweest. En ik denk dat ik het wel weet. Want als het goed is moet ik nu terug naar dat ene stadje. Eens even kijken, ik ga even de wereldmappen bijpakken. Ik doe het wel gewoon via Fly, dat is net zo makkelijk. Hier zo zit niet de 5e gym. Volgens mij zit hier de 6e gym. En hier zit volgens mij de 7e gym. Maar wat zit hier ook alweer? Kennelave City? Ja, daar heb je Surf voor nodig om daar te komen. Dat weet ik. Tenminste, of niet? Heb ik dat nou fout? Mensen, het is voor mij allemaal weer eventjes kijken en weet ik voor allemaal. Ik ga wel gewoon rustig naar Hurt Home City. Daar weet ik dat nog een gym is waar we nog heen moeten. Oh nee, terug. Ik was even vergeten wat we ook weer de vorige aflevering hadden gedaan. Maar ik weet het weer, die Team Galactic gast stond daar natuurlijk te wachten. En we moeten daar terug heen. Die Team Galactic gast stond daar te wachten, daar ging mee praten. En toen zei hij van waag het niet om mij achterna te komen. En daar moeten we nu denk ik achteraan juist. We moeten deze kant op dan. En dan kunnen we hier als het goed is door een tunnel heen. En dan, ja kijk hier. Eens even kijken wat hij allemaal zegt. I'm telling you now, you don't come chase after me. Ja, precies. En oh kijk, kijk wie we hier hebben. Komt hij weer vechten met mij natuurlijk, het zal wel weer. Ja hoor, we gaan weer eventjes met onze rivaal, oftewel Eikel, vechten. Even kijken of die nu al iets beter is geworden. Want ja, ga je een, heb je nog steeds een Starly, dude? Een Starly van level 26, wat is mis met jou? Echt, ja, dan heb je al bijna een Staraptor. Maar jij hebt zoiets van, ja, we laten het gewoon lekker op een Starly, is goed genoeg. Ja, weet je, doei Starly. Eén aanval van onze Luxray en ja, dat is natuurlijk gewoon klaar. Dat is super makkelijk. Ik bedoel, dit is een fucking Starly. Ik krijg hier ook echt denk ik maar iets van 150 XP per Pokémon voor. Ja, ik zei het je, 150 XP. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Even kijken, een Buizel. Nou ja, daar gaan we ook geen Pokémon voor changen. Want ja, één elektrische aanval op deze Buizel en is ook weg. Maar volgens mij hoort dit ook al lang een Floatzel te zijn. Ik weet niet precies hoe dat zit met die Pokémon. Mensen zeiden ook tegen mij, Dylan, je moet een Buizel gaan vangen, want dat is een goede water-Pokémon. Maar ik had zoiets van, yo dudes, ik weet wel, ik heb een Gyarados, die kan ook water aanvallen. Is dan wel niet volledig water, als, of tenminste, jawel, juist wel, is wel volledig water. Maar waarom zou ik dan iets anders gaan doen? Ik bedoel, kijk, ik heb nu een Gyarados met een wateraanval. Want bij de vorige gym kregen we natuurlijk een wateraanval. Dus ik heb zoiets van, ja, dan ga ik niet nu een andere water Pokémon vangen. Want Gyarados heeft nu straks ook nog Surf. En Surf is toch een attack. Die heeft 90 damage en ja, 100 accuracy. Dus waarom niet? Even kijken hoor, want als het goed is, Brian, ik bedoel, Brian op een Monferno. Hij doet Match Punch. Nou, dat zal niet zo heel erg gek veel doen. Nope. Ik ben nog een beetje verkouden mens hoor, dus als je iets raars aan mijn stem hoort, dan is dat het. In ieder geval, eens even kijken, Brian. Ik bedoel, hier, de helft van zijn damage, super effective. Nou, gewoon nog een keer Brian en hij is ook weg. Ik bedoel, Gyarados is goed genoeg als water-Pokémon zijnde. Ik zou ook niet weten waarom ik een andere zou moeten nemen, tot nu toe. Misschien voor later, maar kijk, Gyarados is ook nog, kan ook nog Dragon Moves leren. En dat maakt hem toch ook wel weer, ja, best wel sterk. Even kijken hoor, 852 XP voor Gyarados en hij gaat Roselia inzetten. Hebben we iets tegen Roselia? Of course hebben we iets tegen Roselia. We gaan onze Ponyta inzetten. Ja mensen, het is ook nog steeds een keer tijd om dat ondergrond te gaan doen, want we moeten een Firestone hebben voor onze Ponyta. Ik denk dat dat best wel lang kan duren daar onder de grond, maar ja, we moeten het toch een keertje gaan proberen. Anders kunnen we natuurlijk helemaal niks met onze Ponyta. Kijk, hij is nu wel sterk, maar we willen toch uiteindelijk een Rapidash hebben. Ja, of een andere sterkere Fire Pokémon. En wat we ook nog moeten doen, waar ik opeens weer achter kom. We moeten nog naar die grot met Gible. Want we hebben natuurlijk nu Strength. En die kunnen we dan gebruiken om, ja, om daar die Gible te gaan vangen.
Nou merk ik alleen dat dit heel erg irritant is. Ik had beter, denk ik, Stravia in kunnen zetten. Maar ja, die Pokémon zijn allemaal al zo hoog. En ik wil deze ook een beetje kunnen trainen. Even kijken. Ja, was trapped in de vortex. Daarom heb ik deze ook gedaan. Nou krijgt hij de hele tijd fire damage. En kan ik hem makkelijker afmaken. Geen potion IB. Nope. Oh, hij heeft lead sheet gedaan. Wauw. Oké, ja, daar krijgt hij weer wat HP voor terug. Maar dan verliest hij weer wat HP. Ja, dat heeft geen zin. Oh, wauw, dat is maar heel weinig. Wauw, wat duurt deze battle freaking lang voor een Ponyta? Kom op, hé. Doe je Ember eens gewoon. Critical hitje dus noods. En weer Poison Sting. Ah, kom op, zeg. Oké, die is... Ja, dan gaat hij nog een keer lead sheet. Nou, eerst volgende avond zal hij sowieso dood moeten zijn. Maar ja, eerst volgende aflevering, zei ik. Eerst volgende aanval, bedoelde ik. Even kijken, Ember. En ik denk dat hij nu dood is. Ja? Ja, oké, hij is dood. Nice. Oké, daar zijn we in ieder geval vanaf. En, hoppakee, 406. En ook nog eens 406 voor Gyarados. Gyarados level 25, awesome. Dan hebben we die ook weer level omhoog. Zo, 2800. Ja, ik heb je alweer verslagen, man. Je hebt geen één Pokémon van me dood gekregen. Maar ja, dat zijn we ondertussen wel gewend voor jou. Eens even kijken. We gaan even snel naar het Pokécenter rennen. Dan gaan we nog één keer onze Pokémon healen. En dan gaan we die kant op. Want die Team Galactic member is natuurlijk nu aan het wegrennen. Ja, als het ware wegrennen. Want hij staat straks weer achter de gate waarschijnlijk ergens. Hij staat elke keer op een bepaalde positie stil. En dan gaat hij de hele tijd... Ja, moet je met hem meelopen. In ieder geval, ik weet nou niet of ik de goede gyms heb opgenoemd trouwens. Met 6, de 7 en zo. Want dat zou betekenen dat de 8e in Hurt Home City zit. Maar dat klopt niet. Volgens mij zit daar de 6e. De 7e daarboven. En in dat laatste stadje 8. Zo zat het. Maar waar is 5 dan? Ja, het zal allemaal wel. We gaan gewoon wel achter die dude aan. Kijken of waar we uitkomen ook weer. Oh ja, hier zat een stukje strand. Hier staan wat trainers. Of is het strand? Nee, dit is geen strand volgens mij. Wacht even. Ja, die kant moeten we wel op. Even kijken. Nou, dan gaan we wel even met deze vechten. Wat heb je allemaal voor bullshit? Nou, niet veel. Wat voor Pokémon ga jij inzetten tegen ons? Ik ben benieuwd. Een Glammeow. Oké. Ja, ik snap alleen niet. In dat eerste stukje bij die windtoren, bij die windmolens. Daar was een... zo'n evaluatie, zo'n periphery of zoiets. Van level 20, of als ik me niet vergis, nog niet eens 20. Maar des te verder je in het spel komt, des te hoger je zou denken dat de Pokémon zou worden. En dat ze de evaluatie ook al hebben. Maar deze is 23. En het gekke is, hij is gewoon nog eigenlijk... Ja, de eerste generatie, of de eerste evolutie. Maar waarom is dat dan nog niet omhoog? Dat vraag ik me soms af. Wat is dit voor huisje? Eens even naar binnen, want hij staat hier niet voor niks natuurlijk. Eens even kijken. Footprints. Ja, bla bla bla. Luxray, walk front, me, bla bla. Wat? Gaat hij doen? Ja, oké. Oké, nou ja. Hij kan aan de voetstappen van de Pokémon zien wat hij over mij denkt. Nou, ik vind het heel mooi verzonnen van jou, meneer. Hebben we Rock Smash eigenlijk bij ons? Volgens mij niet, hè? Nee, we hebben geen Rock Smash bij ons. We hebben dat stomme ei nog steeds in onze inventory. Waardoor we... hoe ver is dat ei überhaupt? Sounds can be heard. It will head soon. Oké. It will head soon. Dat is een goed teken. Dat betekent dus dat we een beetje gaan rondlopen. Nou ja, het zal nog wel een aantal blokjes zijn hoor mensen. Maar ik denk dat we even... ja, ik denk dat we toch dat ei moeten uit gaan lopen. Zodat ik even weer een Pokémon mee kan nemen. Die in ieder geval ervoor zorgt dat we... Ja, wat moves kunnen doen. Of ik moet even een van mijn Pokémon die nu huidig in mijn team zit... eventjes veranderen voor eentje met Rock Smash. Ik denk dat ik eigenlijk voor het ei moet gaan. Dat is een stukje makkelijker. Dus ja, als we hem dan even hatchen... Dat zou leuk zijn. Maar dan moeten we eerst weer heel veel rondjes gaan lopen. En weet ik van, maar ga ik wel gewoon doen. Want je weet het niet. Sounds can be heard. Dat betekent dat hij heel dichtbij is. In ieder geval... en wat we ook kunnen doen... is natuurlijk gewoon nu rechtstreeks naar de Gibble ding gaan... wat zit hier dan nog? Oh, hier kun je ook weer andere kant op. Ja, nee, hier moet ik allemaal helemaal niet heen. Ik loop hier eigenlijk alleen maar heen omdat ik dat ei even wil uitbroeden. Maar, wat zit hier dan nog? Hier moet sowieso een item liggen.
Ja, zie je wel. Ik wist dat hier een item lag. Dat kon bijna niet anders. Een foil. Nou ja, daar hebben we niet zo superveel aan. Maar het is toch iets. Even kijken hoor. We gaan hier gewoon een beetje ronddurpen. Ik denk dat hij echt elk moment uit moet komen. Want anders zou hij dat niet zeggen. Anders zou hij zeggen dat... Ja, dat de, nog niks van het ei kan of gehoord wordt. Of weet ik veel wat. Maar daarom lopen we even rond. Ja, kijk, daar is het ei al. Ik wist het al. Hij was close. En nou ben ik benieuwd. Volgens mij was het de Togepi volgens de meeste mensen. Is dat ook een Togepi? Nee! Het is helemaal geen Togepi. Mensen zeiden tegen mij, ja Dylan, dat is een Togepi. Maar dit is toch echt een Happiny, man? Maar dat vind ik op zich wel vet. Want Happiny, die gaat natuurlijk naar Chansey en op een gegeven moment Blizzy. Hoe we dat moeten doen, weet ik nog niet precies. Wat ik wel weet, is dat Happiny even de box in gaat. Hé, was dat altijd al zo? Mensen zeiden serieus tegen mij, ja Dylan, je kan Togepi krijgen daarvan. Maar, dit is toch echt geen Togepi? Oké, we zetten het maar even op de box. En dan gaan we even eentje pakken die Rock Smash heb. Want, even kijken, deze moet... Oh. Wat ben ik allemaal aan het doen, man? Gewoon Move Pokémon, dat werkt het beste. Even kijken, Party Pokémon. Happiny, die gaan we dan eventjes hier inzetten. En volgens mij was deze degene met Rock Smash. Ja, oké, dan gaan we Onix weer even meenemen. Want Onix kan dan natuurlijk de Rock Smash. En dan hoeven we niet een nieuwe Pokémon Rock Smash te leren. Hoppakee, zo. En dan gaan we weer terug waar we naartoe moesten. Ja, hoe het met die gyms nou precies zat, ik heb geen flauw idee. Ik denk inderdaad dat we hierachter, waar we nu heen gaan, dat daar de zesde gym is. Of nee, de vijfde gym. Dan is de zesde gym is die in Hurt Home City. De zevende gym in dat ijsgebied. En dan de achtste gym... Ja, ik weet het niet meer. Mensen, ik ben heel Pokémon Diamond zo wat kwijt. Ik dacht dat ik er nog zoveel van af wist. Maar het is echt... Ja, ik heb Pearl uitgespeeld, ik heb Platinum uitgespeeld, ik heb Diamond uitgespeeld. En ik weet het gewoon niet meer uit mijn hoofd. Dat is eigenlijk best erg. Ik denk trouwens dat dit een... dan pakken we even die. Ik denk dat dit een steentrainer is. Dus we pakken even onze Grottel erbij. Als het überhaupt een trainer is. TM40 Aerial Ace. Dat is op zich best wel nice dat we die hebben gevonden. Rock Climb zit hier ook. Maar is dit geen... Oh. Oké, dit is helemaal geen trainer. Ik dacht dat het een trainer was. Nou ja, goed, maakt niet uit. We hebben hier nog meer Rock Smash dingetjes. En we hebben hier wel een watertrainer. Maar ja, die ga ik niet meer vechten. Dat heb ik al gezegd. Dat vind ik zo'n onzin. Hey, kijk. Daar staat hij weer, onze grote vriend. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, meneer? En hij gaat daarheen. Oké, erachteraan. Achtervolging. Oké, hier zitten nog wel weer trainers. Ja, ik denk dat ik gewoon maar met mijn gras-Pokémon ga. Want dit zijn waarschijnlijk toch water-Pokémons. En ja, dat is op zich met mijn gras-Pokémon geen probleem. En Grottel moet toch uiteindelijk een keertje naar een Torterra. Dus wat dat betreft, we zullen deze toch moeten trainen. Een Bibarel, ja, wat moet ik hier nou van zeggen? Ik dacht serieus dat ik tegen water-Pokémons moest gaan vechten. Maar, ja, dan doen we maar gewoon Razorleaf. Gewoon afmaken die app. En de Quicklaw slaat weer aan. Ik vind het nog steeds zo mooi, hè, dat ik die Quicklaw... Voor mij heb ik dat in geen enkele Pokémon spel eigenlijk gebruikt. Maar heel veel van die items die je op Pokémon kan zetten... zijn mij pas heel erg duidelijk geworden toen ik Pixelmon speelde. Want je staat daar natuurlijk op die Mob Tower. Je gaat rustig aan als je staat te wachten. Ga je kijken wat items precies doen. En daardoor ben ik wel echt... Een heleboel items ben, ja, is wat duidelijker voor mij geworden. Net zoals inderdaad dan die grip, of de Quick Claw en de Suit Bell, de Heal Bell. Allemaal van dat soort items die dan ja, opeens toch in de game komen kijken. Terwijl je vroeger was je eigenlijk, tenminste ik ging wel alle huisjes door. Maar alle items die ik kreeg, ja, die stonden in mijn inventory. En ik dacht van ja, dat zal wel. Even kijken, er is ook weer een trainer. Oh man, die verkoud, ik word er zo gek van, hè. En het is ook niet lekker om te horen op de stream. Ik kan ook niet opeens mijn microfoon muten. Want dan zie je mijn mond bewegen of iets. En dan ja. Maar goed. Even kijken. Shellos hebben we hier weer. Waarom maar level 19, jongens? Hoe ver zijn we nou ondertussen?
Waar moet ik dan gaan trainen als... Ja, ik weet dat je straks in die laatste grot, voor de, of de grot of stuk, in ieder geval voor de league, daar kun je heel erg goed gaan trainen. Maar ja, altijd dat stukje ervoor, ik vind dat ze ja, een beetje... Ja, wat mij logischer leek, is dat ze de trainers die je tegenkomt gewoon overal, aanpassen op het level van jouw Pokémon. Stel, ik heb een Grottel van level 26 nu dan. Een Luxray van level 30. Pak al die Pokémons tegelijk. Pak het gemiddelde daarvan. En maak die Pokémons op dat level. Want dit level 21. Maar ik heb niet eens meer een Pokémon van 21 in mijn team. Dus laat staan dat ik daar dan een beetje goede XP voor krijg. Nou, ik heb die Onix nu in mijn team. Maar ja... Dat is ook echt de laagste. Even kijken, Razor Leaf nog een keer doen. En dan moet deze afgemaakt zijn ook. Eens even zien. Shellos is... dood. Oké, ja, level 20. Ja, had bijna niet anders gekund als één keer dood. Hier ga ik dan wel weer een level van omhoog, denk ik. Ja, net. Oké, mooi zo. Level 27, Grottel. Hij leert Mega Drain. Oeh. En is Mega Drain dan beter als... Razor Leaf, dat vraag ik me af. Deze heeft een 40 power. Wauw, maar 40 power. En deze heeft 55 power. Nou, ik ga hem toch in de plaats van Absorb doen. Want Absorb is nog slechter. En ja, Mega Drain is toch zo'n aanval waarvan je zegt die ga ik vaak gebruiken. Omdat het een beetje HP terughaalt. En straks in combinatie met Leech Seed is het natuurlijk helemaal fantastisch. Alleen ik had die cut niet moeten leren aan deze Pokémon. Maar goed, die kunnen we altijd wel weer weghalen. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Pokémon. Vonden jullie het weer leuk? Doe natuurlijk even het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.